om de natte graslanden geschikter te maken voor weidevogels. We hebben de openheid in het gebied hersteld. We hebben greppels opgeschoond om meer variatie te krijgen tussen nat en droog grasland. En hebben we eilanden aangelegd voor vogels om op te broeden. Dit najaar hebben we twee mooie poelen aangelegd in het Larssenbos. We hebben struweel aangeplant om de bosranden te verzachten. En dit doen we om de biodiversiteit en de natuurkwaliteit van het Larssenbos te versterken. De watertuin in het Natuurpark Lelystad is helemaal vernieuwd. Daarmee is het niet alleen een hele leuke plek geworden om op zoek te gaan naar waterdiertjes, maar ook een hele veilige. Hier in de Rotterdamse Hoek hebben we meer variatie aangebracht in nat en droog grasland in ons weidevogelgebied. Zo verbeteren we bodemleven en dat is belangrijk voor weidevogels om een jongen groot te krijgen. Ieder jaar planten we in onze natuurgebieden verschillende soorten bomen en struiken aan. Onmisbaar voor onder andere insecten, zoogdieren en vogels. En daarmee voor de biodiversiteit. Bedankt. 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 Bedankt voor jouw steun.